3 weken in coma gelegen. We hadden geen keuze. Ella. Ella. De tagline van de film is: recht is niet hetzelfde als rechtvaardigheid. En dat vat het een beetje samen. Het gaat over justitie, over de rechtsstaat. En wat er gebeurt als dat niet helemaal loopt zoals het zou moeten lopen. Dat is wat Luc Segers in de film overkomt, met alle gevolgen van dien. En dat is wat mij ook geweldig boeide aan dit verhaal. Ik speel de procureur-generaal, de Alain van der Bist. Dat is dus, zoals u weet, het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt de wet, de staat. En is daarin heel strikt, dus hij klaagt misdaden, vergrijpen aan. En is daar onverbiddelijk in. Ik denk dat ik goed nieuws heb voor u. Procedurefout. De raadkamer heeft bevolen om de verdachte vrij te laten. Vandaag. Om 17 uur. Het gaat over morele dilemma's. Het gaat over mensen die in een vreselijke situatie terechtkomen en die dan moeten beslissen van hoe ga ik hiermee om. En de film stelt dan eigenlijk de vraag aan de kijker van: wat zou jij doen? Wat zou jij doen als jou overkwam wat Luc Segers overkomt? En dan in het tweede deel van de film verschuift het morele dilemma naar de jury en wordt het publiek ook de jury. En dan is de vraag: wat zou jij doen als jij in die jury zat die over die man moet oordelen? En dat vind ik heel plezant, omdat dat van die dingen zijn waar je achteraf op de receptie of op restaurant nog pittig over kan doordiscussiëren. Ik ben eigenlijk heel gepakt na het zien van de film. Het is zo nu niet het moment om zo lachend de zaal uit te komen. Het is heel aangrijpend. Maar geweldig. Ik zit er zo helemaal in. Ik heb zo nu zo zin om een beetje daarover te babbelen, wat met mensen over te discussiëren. Het is echt een film die je heel erg doet nadenken. Hij gaat toch geen domme dingen doen, hè? Godverdomme. In de grote heb ik al gepakt en nu wil ik het systeem pakken. Ik heb eigenlijk maar één woord voor de film, het vonnis. Ik vond het gewoon schitterend. Het heeft mij heel hard geraakt en ik ben heel blij dat Jan Verheyen het lumineuze idee had om daar een scenario over te schrijven, want het rechtssysteem in België is zo krom als iets en iedereen weet dat. En alle prestaties van alle acteurs vond ik gewoon echt schitterend. Ik vond het ontzettend goed eigenlijk. Ik was echt aangedaan en ik zat volledig mee in het verhaal. Ook omdat de grote acties in het begin gebeuren en daarna wordt er eigenlijk vooral gepraat en geleefd u in hoe dat het personages zich voelen en in de morele dilemma's waarover dat de film gaat. Het is een spannende, belangrijke film die ook over menselijke problemen gaat en die een maatschappelijk probleem aankaarten. Dus het is een belangrijke film. En daarom moet iedereen komen kijken. Nou, eigenlijk voor heel het printje samen. Het zijn stuk voor stuk allemaal de beste mensen die eraan meegewerkt hebben. En het is echt een kunstwerkje geworden. Bovendien vertelt het ook nog iets over onze justitie. Of toch over een aantal mankementen waar onze justitie mee af te rekenen krijgt. Dames en heren, het Hof. Of correcte rechtspraak is vervat in zijn regels. En die zijn niet negocieerbaar. Er staat niet alleen een beschuldigde terecht, maar eigenlijk zit heel justitie mee in de beklaagde bank. 6% vindt dat Luc Segers voor de feit. Deze die er gaat zitten, die mens als een held. Recht is niet langer synoniem van rechtvaardigheid.